Goedendag. Ja, storm Connel die komt eraan en die gaat vanmiddag en met name vanavond voor onstuimig weer zorgen. Zeker in het noorden van het land is er kans op storm. En wie weet, op sommige plaatsen in de kustregio zelfs een zware storm. Tien bovenvoor. Ga ik zo dieper op in. Maar dit soort plaatjes gaan we zeker wel binnenkrijgen. Op andere plekken in het land is dit vandaag ook het weerbeeld. Regenachtig. Af en toe komt er een flinke plens water naar beneden. En met name dus ook heel erg grijs. Maar die storm, dat is dus ook het focuspunt van dit weerbericht. Nou, hier zien we hem al heel mooi liggen. Hij ontwikkelde zich eigenlijk vannacht al. En trekt nu naar open water op de Noordzee. En komt daar onder de Jetstreak terecht. Zo heet dat. En dat is een soort stofzuiger die eigenlijk die lucht uit dat lage drukgebied zuigt. En waardoor die heel snel kan uitdiepen. En... Aan de zuidzijde daarvan, de zuidwestelijke zijde, kan zich dan een windveld gaan ontwikkelen. En dat gaat met name dus over de drie noordelijke provincies trekken, maar ook delen van Flevoland, Noord-Holland en precies als delen van Overijssel krijgen te maken met zeer zware windstoot van meer dan 100 km per uur. We zien wel dat dat gebied ook dan weer snel wegtrekt. En dan krijgen we morgen en overmorgen met een hoger drukgebied te maken, waardoor het een stuk rustiger is. Die storm. Die is dus echt maar een paar uur eigenlijk in ons land aanwezig. Wat betreft die hoogste windstoot en daarna wordt het weer rustig. Maar het is echt wel even iets om in de gaten te houden. Dan zoomen we even in op Nederland en dan gaan we zien wat die storm gaat doen. Dit was afgelopen nacht om 1 uur. Dan gaan we kijken wat het Harmonie Weermodel doet. Een prachtige krul zien we ontstaan op de Noordzee. En die trekt al uiteindelijk zo weer richting Duitsland, weg dat lage Het gaat heel erg snel. Binnen een paar uur is het alweer voorbij. Maar goed, zeker vanwege die nog vrij natte ondergrond, kan het echt wel gevaarlijke situaties gaan opleveren. Misschien bomen die gaan omwaaien en dergelijke. Daarom ook goed de berichtgeving in de gaten houden vandaag. En dan die windstoten, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Die wind die gaat flink aantrekken, dat zien we hier heel goed gebeuren. Dat lage drukgebied diept dus heel erg uit op de Noordzee en trekt uiteindelijk vooral over het noorden van Nederland. Met de zwaarste windstoten in het Waddengebied, misschien daar wel richting 130 km per uur. Maar ook elders in het noorden van het land zijn windstoten van meer dan 100 km per uur mogelijk. En daarvoor geldt daar dus ook die code oranje. Het hoogtepunt zal waarschijnlijk liggen in de avond tussen 6 en 12 uur, met als eerste de zwaarste windstoot in het westen van het land en pas als laatste in het oosten, onder andere in Groningen gebeurt dat pas halverwege de avond. Die windstoten. Dit kaartje hebben we nu gemaakt op basis van alle nieuwste modelberekeningen. Dan zien we windstoten van zo'n 60 tot 95 km per uur in het zuiden van het land. Die 95 km per uur komt alleen nog voor bij de zwaarste buien die in het koufront zitten, wat dat van tevoren overtrekt. In de avond is het juist in het zuiden een stuk rustiger. Dan zien we een strook van zo'n 80 tot 110 km per uur in het midden en noordoosten van Nederland. En de zwaarste windstoten dus in het noordwestelijke kustgebied zo'n 100 tot 130 km per uur. Met daar dus ook kans op storm, 9 bovenvoor. We zien dat we ook nog wel even de 10 bovenvoor gaan aantikken. Een zware storm, dus met name daar dus ook het zwaarste weer vandaag. Nou, en daarvoor gelden dus ook codes. In het zuiden van het land geldt geen code. In het midden van het land, de drie provincies, code geel voor zware windstoten van meer dan 75 km per uur. En in het noorden van het land, daar dus die code oranje voor zeer zware windstoten van meer dan 100 km per uur. Waarbij dus die zwaarste windstoten zijn weggelegd voor het noordwestelijk kustgebied. En de weersymbolen zien dat er dan als volgt uit. Een nat weerbeeld vandaag. Temperaturen zo tussen 8 en 12 graden. En die wind die begint dus al wel wat aan te trekken uit een zuidelijke richting. Is matig bovenland en mogelijk al wel krachtig aan zee. Nou, vanavond gaat die wind dus steeds verder aantrekken. Wordt bovenland mogelijk krachtig. En uiteindelijk krijgen we in het noordwestelijk kustgebied te maken met storm 9 boven, misschien lokaal wel 10 boven. Nog steeds kans op regen en die wind die draait uiteindelijk als dat lage drukgebied over Nederland trekt richting het oosten in het noorden van het land. Vannacht wordt het dan uiteindelijk een stuk rustiger. De minima komen uit zo rond 5 of 6 graden. De wind komt uit een westelijke richting en is dan matig van kracht. Af en toe komen er ook opklaringen voor, maar af en toe kan er ook nog wel een enkele bui vallen. Nou, morgen dus een heel ander weerbeeld dan vandaag. Op Veruit de meeste plaatsen is het gewoon droog met uitzondering van een enkel buitje in het noorden van het land. Temperaturen zo rond 9 of 10 graden. De wind waait op zich nog steeds wel stevig door, zeker in de ochtenduren zo matig tot vrij krachtig aan zee. Maar loopt de loop van de dag zwakt hij al wat af onder invloed van dat hoge drukgebied. Al met al dus wel een prima donderdag. Aan de dagen daarna krijgen we dus met meer hoge druk invloeden te maken. en Dat betekent dat we de zon vaker gaan zien. Zeker op vrijdag en zaterdag is dat het geval. En kijk eens even naar die nachten. Die gaan flink kouder worden, zo'n min 1 graden. Vanaf zondag dan lijkt de wisselvalligheid toch langzaamaan wel weer terug te gaan keren. En gaat die temperatuur langzaamaan wat omhoog. Doordat de wind weer naar zuidwestelijke richtingen gaat draaien. Tot de volgende keer!